Welkom bij deze special over de kerkklokken van de kerken in de Heilig Kruisparochie, waarvan de basiliek van de Heilig Kruisverheffing in Raalte de hoofdkerk is. In 2010 heeft de parochie na een samenvoeging haar huidige omvang gekregen. Kort geleden is besloten dat in de komende jaren behalve de basiliek alle bij de parochie behorende kerken gefaseerd gesloten zullen worden. Na het horen van dit bericht heb ik besloten alle kerkklokken van de parochie in beeld en geluid op te nemen om deze voor het nageslacht te bewaren. Deze video geeft een totaal overzicht van de kerken in de parochie met daarbij een korte toelichting op de betreffende kerk met bijbehorende klokken. De gemeenschap van de heilige Jozef in Holte houdt haar bijeenkomst al jaren in een gebouw Irene en deze heeft geen klokken. We beginnen met de twee kerken in Raalte en gaan vervolgens de kerken in de omliggende dorpen af. De korte geschiedenis die ik per kerk bespreek begint bij de oprichting van de parochies na de godsdienstvrijheid, welke onder andere door Napoleon en later door de grondwet van Thorbecke een recht werd. De volledige documentaties met complete informatie over de klokken komen in de loop van 2021 online op dit kanaal. Houd de komende video's dus goed in de gaten. Op 2 maart 1855 richtte de bisschop van Utrecht de parochie in Raalte op en er werd al snel een kerk gebouwd op kosten van de staat, een zogenaamde Waterstaatskerk. Na enige jaren zette men zich in voor de bouw van een nieuwe kerk. In 1891 werd de nieuwe kerk van het Heilig Kruisverheffing gebouwd, ontworpen door Alfred Tepen. In de kerk kwamen 3 grote klokken te hangen, welke waren gegoten door de Duitse firma Petit en de gebroeders Edelbrock. In de kerk kwamen ook 2 kleinere klokken te hangen, welke misschien nog wel afkomstig waren uit de oudere kerk. Hun functie is helaas nog onbekend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de klokken gevorderd door de Duitse bezetter en ze zijn niet meer teruggevonden. Meteen na de oorlog werd er geld ingezameld voor nieuwe klokken. En in 1948 kwamen er weer 3 nieuwe klokken, ditmaal gegoten door de klokkengieter Petit en Fritsen uit Alerikstel. De klokken kregen de namen Jezus, Maria en Jozef. Toen in 1974 bleek dat de grote klok was gebarsten, is besloten haar te laten gieten. Opnieuw door dezelfde firma. Ook is er in dat jaar een bijaard geïnstalleerd van 35 klokken, waarbij de 3 luidklokken als basis hebben gediend. In 1992 is de kerk uitgeroepen tot basiliek. Toen de kerk van het Heilig Kruisverheffing te klein bleek, werd besloten de nieuwe parochie te stichten in Raalte met een eigen kerkgebouw. In 1966 werd de Heilige Paulusparochie gesticht en er werd een nieuwe kerk gebouwd. In de vrijstaande toren kwamen 4 klokken te hangen van de klokkengieterij IJsbouts uit Asten. Sinds 2017 is de Heilige Paulusgemeenschap samengevoegd met de gemeenschap van de Heilige Kruisverheffing en de Pauluskerk zal dan ook als eerste worden gesloten. Thank you.
Pelagianen uit Broekland en boer Haar hielden hun bijeenkomsten jarenlang in een boerenschuur. In 1913 werden na wat oneenigheden in beide dorpen een nieuwe kerk gebouwd. In de heilige Marcelinuskerk van Broekland kwamen 3 nieuwe klokken te hangen. In de Tweede Wereldoorlog werden ze afgevoerd en in 1949 vervangen door 3 klokken van Petit en Fritsen. In de middenklok hangt nog de vooroorlogse oude kleep. De namen van de klokken zijn Marcelinus, Bernardus en Maria. Haarlem kwam in 1817 een kerk te staan met daarin 2 klokken, welke gewijd was aan de heilige Sebastianus. Deze heeft dienst gedaan tot 1857, toen besloten werd tot het bouwen van een nieuwe neogotische kerk. In 1910 werd zij opnieuw vervangen door een veel grotere neogotische, door Wolter te Riele ontworpen kerk. In 1927 werden de in 1817 gegoten klokken vervangen door 3 nieuwere klokken van Petit en Fritsen, welke in de Tweede Wereldoorlog werden afgevoerd. De 2 kleinere oude klokken waren inmiddels in de plaatselijke school terechtgekomen en bevinden zich daar tot op de dag van vandaag. In de jaren na de oorlog werden de 3 nieuwe klokken gemaakt, door de gieterij van Bergen uit Heiligenlee, geleverd door de firma Jongerius uit Amersfoort. In 1964 was de oude kerk bouwvallig geworden en werd vervangen door nieuwbouw. De grote luidklokken met de namen Antonius, Maria en Jozef kwamen in de open constructie te hangen bovenop de kerk. Aan het einde van de 18e eeuw werd in Heten al besloten een kerkje te bouwen. Hier kwam ook een waterstaatskerk te staan, gewijd aan de onbevlekte ontvangenis van Maria. In 1835 werd er een toren gebouwd. In 1890 werd er onder leiding van architect Alfred Tepe een nieuwe neogotische kerk gebouwd. De eerste klokken die bekend zijn, zijn de 3 in 1925 gegoten klokken door Petit en Fritsen met de namen Maria, Lebuinus en Johannes. Deze zouden rijk zijn versierd. In de oorlog werden ze geconfiskeerd en in 1950 vervangen de 3 nieuwe klokken van dezelfde gieter. Enkele jaren geleden is er een volledig nieuwe klokkenstoel gebouwd en zijn de klokken opnieuw aan rechte luidassen komen te hangen met vliegende klepels. Thank you.
In Luttenberg werd de eerste kerk gebouwd in 1838, gewijd aan de heilige Cornelius. Ze werd in 1909 vervangen door Alfred Tepen. In 1910 werden 3 nieuwe klokken gegoten door Petit en gebroeders Edelbrock en zijn na het opeisen in de oorlog vervangen in 1948 door 3 nieuwe klokken van Petit en Fritsen. De namen die de klokken dragen zijn Jezus, Maria en Jozef. De klokken zijn begin 2020 nog gerestaureerd en luiden aan rechte luidassen met vliegende klepels, zoals een heet. Het dorp Mariënheem is pas in 1937 officieel gesticht. In dat jaar is ook de kerk van Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming gebouwd. Opmerkelijk is dat de toren over het priesterkoor is gebouwd. De kerk kreeg 2 klokken, waarvan 1 kleine in de open ruimte naast de toren en een grotere, gegoten door de klokkengieterij Mabiloon uit Duitsland, geleverd door de firma Hogen uit Duivendrecht, die wel meer klokken leverde voor Nederlandse kerken. In de oorlog verdwenen beide klokken. In 1950 werd de grote pas vervangen door een klok van Petit en Fritsen, gewijd aan Sint-Jozef. In 1962 kwamen er nog 2 klokken bij, namelijk Maria en Johannes. Pas enkele jaren geleden is er weer een klok in de opening naast de toren komen hangen, welke in de kerk handmatig geluid kan worden. Het dorp Nieuwheten is officieel opgericht in 1923, hetzelfde jaar dat ook de Jozefkerk is gebouwd. De ook in dat jaar gegoten klok is meegenomen door de Duitsers en in 1948 vervangen door de nieuwe Jozefklok van Petit en Fritsen. In 1998 werd door de Rabobank Salland-Zuid een tweede klok aangeboden, welke ook werd gegoten door Petit en Fritsen. Thank you.
wil jullie van harte bedanken voor het bekijken van deze video en wens jullie bij deze een voorspoedig nieuwjaar toe. Abonneer je op dit kanaal en klik ook gerust door naar een volgende video.